Hey hey, welkom terug bij Karen's Papercraft. Welcome back, thank you very much for watching. Wat leuk dat je weer kijkt, dankjewel. Uit mijn jeugd kan ik mij die mooie bonbondoosjes nog herinneren. From my childhood I can still remember those really beautiful chocolate boxes that we used to have. I've made these small ones for Easter. Ik heb die kleine gemaakt voor Pasen. Dit was eigenlijk mijn eerste, this was the first one that I made. And see? Inside, outside is decorated. And well, I really like this design. Ik vind het een erg leuk ontwerp. En dan ga je laten zien hoe je dat kunt maken. Deze kleintjes, die heb ik gemaakt met de stempelset Springtime Joy. En de double ovalpons, de twee ovale pons. Ik had hem weggelegd. Hier is die. En op mijn blog kan je precies zien hoe. On my blog you can see exactly how. And as I said, I'm going to show you how to make that one. All the boxes are made in essentially the same way. Alle doosjes worden in principe op dezelfde manier gemaakt. Alleen de maten zijn anders. It's just the sizes which are different. So when I've shown you one box, you will know to how to make them all. Dus als ik je één doosje heb laten zien, dan kun je ze eigenlijk allemaal maken. Even kijken waar ik dit nou neerleg. Let me just put these over here. Right, you're going to need, and this is Rococo Rose, and they love you always sweet, but I'm out of Rococo Rose cardstock. Ik heb geen Rococo Rose kaartkarton meer, dus ik ga hem nu maken in Blushing Bride. I'm going to make it in Blushing Bride, and this is what you'll need, dit is wat je nodig hebt. Je hebt een stukje nodig voor the bottom and the dexter, you need a piece for the bottom and the lid, you need two pieces of cardboard. This is just the cardboard which comes with our designer series paper. This one, the karton dat altijd achter onze designpapier zit. You need two pieces of designer series paper to cover the lid and these two go on the inside, the liner. Twee stukjes voor de buitenkant te bekleden, dat stukje karton. En dan twee stukjes voor de binnenkant. Oh, en de lintjes. The ribbon too, I've colored them myself. Ik heb ze zelf gekleurd. Ik zal je laten zien hoe. I'll show you how. Let me just get my things to show you. We didn't have any Rococo Rose ribbon. We hebben geen Rococo Rose lint. Dus ik heb dit lint genomen. Dat is dat metallic edge ribbon met het zilveren randje. En dat kun je kleuren met een blend. And you can color it with a blend. This is about 15 inches and then you need two 5-inch pieces. And you just take your blend and then you take the brush tip. Je neemt dus dat penseelpuntje. Ik leg er wat plastic onder. I put some plastic underneath. And then you just color your ribbon. Je gaat er gewoon overheen. You just drag your blend across. And when it dries, it'll turn out a bit lighter. Wanneer het eenmaal droog is, wordt het vanzelf wat lichter. Dat kun je zien. Deze zijn al droog. These have dried, you see, and this one has just been colored. So when I put these aside, the alcohol needs to evaporate. De alcohol moet verdampen. En dan kun je hem dus gebruiken. Dus ik leg deze even. Waar? Nou, hier, ver weg. I'm putting them over there. Rightio. Your pieces of cardstock. One is going to be the top and one is going to be the bottom. And I'll show you how to. Both pieces are scored at, let me just check my notes to make sure, they're rather far away, at 1 3/8 and 2 3/4 inches, dus 1 3/8 inch. Ligt een pen onder, zo, dat is beter, there was a pen underneath, so 1 3/8 and 2 3/4, 1 3/8 en 2 3/4, en dan doe je rondom. Dus je draait steeds een kort slag, you keep rotating. And then you repeat your score lines on all four sides, aan alle vier de kanten. Dus 1 3/8 en 2 3/4. En nog één keer. 1 3/8, 2 3/4. And you repeat with the other piece, which is just slightly bigger. En jij haalt het met het andere stukje dat ietsje groter is. Then you fold and burnish all your score lines. Dan vouw je en loop je al je rillijnen na.
Ook het knippen is voor beide delen hetzelfde. The cutting is the same for both pieces. So what you do is on two sides, opposite sides, you cut up until as far as the second score line. Dus aan twee zijden, tegenover elkaar liggende zijden, knip je in tot aan de tweede rillijn. Dus dan heb je dit. Iemand die vaker naar mijn kanaal kijkt, heeft me dit al eerder zien doen. If you watch my channel more often, you've seen me do this before. This will turn into a reinforced box. Het wordt een verstevigd doosje. Nou, dan heb je hier die lange, smalle delen. You've got these long, narrow parts. Those you have to wedge. So you cut off this strip. And that strip, and you go around repeating that. Obviously here there's nothing to cut off, apart from the wedge. Natuurlijk kun je hier de minder afknippen. En hier gaat er weer de meer af, zie je? This is where you cut off more. And the last bit. Tiny wedge. Okay. Now, you have those four flaps. You need to shorten them a little. Klein stukje eraf knippen. And then you wedge them. Dan knip je ze schuin in aan alle vier de kanten. Dus een klein beetje korter maken. You shorten it just a bit. And you wedge. I'm shortening them because it's, how shall I put it? If you don't, they will overlap in the middle. Anders gaan ze elkaar overlappen in het midden en dat wil je niet. Dus je gaat ze een klein beetje korter maken. Dus niet op deze rillijn, maar er een beetje naast. So just before your score line. And you've made them just a tiny bit shorter and they won't overlap. I think I just said that. Okay, never mind. Repetition is sometimes good. Heb ik al net een keer gezegd, maar herhaling is wel eens goed. Dan is dit wat je overhoudt. Nou, ik ga het even met de andere helft ook doen. I'm going to repeat this with the other half. One will be bigger than the other, but when you've put them together, you will notice the difference. And you know which one is the lid, which one is the bottom. De ene is ietsje groter dan de andere, maar zodra je ze in elkaar hebt gezet, dan weet je welke de grootste is. En de grootste is het deksel. The larger one is the lid. Right, now, you're going to stick them together. Je gaat ze eventjes vastplakken. Oh, voordat we dat gaan doen, voordat ik het vergeet, moet je even, als je dat wilt, kun je de voeringjes erin plakken. That is, if you want to, you can stick in these liners. And again, I've made one just a bit bigger than the other one. Zo, nou, deze even dicht. Dan ga ik verder met mijn Seal Plus. I'm going to continue with my Seal Plus. And you want your box to be... Yeah. The flaps have to go from left to right. Die flapjes moeten van links naar rechts. Dan gaan we eerst die twee zijkanten vastplakken. I'm going to adhere these two flaps first of all. Kan ook met tear and tape. You can use your tear and tape as well if you want to. And now here I'm going to put my seal along those two, three edges. So, one, two, and three. And again here, one, two, and three. Fold in your flaps. Je vouwt je flapjes even goed naar binnen. Dan vallen ze al natuurlijk al in de juiste positie. They will sort of naturally fall into the right position. And then you can stick the edges neatly together. Make sure your corners are flush. Zorg ervoor dat die hoekjes heel mooi op elkaar aansluiten. Hier ook. Zo. En daar. Er zit wat plak op mijn handen, some glue on my fingers. And now I can push over these two flaps. And because there's glue on the inside, they will hold as well. Wat er aan de plak aan de binnenkant zat, blijft dat mooi zitten. Dan met je vouwbeen ga je er even overheen. Just push down with your bone folder
En dan heb je je box. En dan heb je dus 1 helft. Hier halen we dat. Dus de flapjes zo leggen. En dan met je Seal Plus. Eerst de zijflappen in doen. Zo, deze twee. Kijk, en die passen mooi in elkaar. These are a perfect fit, you see. So one is the top, one is the bottom. I'm going to write on this one and say that this is my top. So I can keep them apart easier. Kan ik ze makkelijk uit elkaar houden. Dan gaan we die stukjes karton maken. Deze bedoel ik. The piece of cardboard. And all you do is stick them on top of your designer series paper. Je plakt ze vast op je designpapier. Dat doe ik weer even met Seal. I'm using my Seal for this. Along the edges, mooi langs de randjes. Hier niet opletten, dat is niet de maat hoor. Don't pay any attention to my writing there. This is not the measurement. These are just old pieces of cardboard which I repurposed. Ik heb een paar oude stukjes karton opnieuw gebruikt. Dus de maat die erop staat klopt niet. Dit is de 3/1/8, it's 3 1/8 of an inch. And not 4 and something. Zo. Beetje in het midden, more or less in the middle. Right. Then you're going to do some folding and cutting, but before you do so, it helps if you use your bone folder and sort of pre-fold the paper. Het helpt als je met je vouwbeen het papier een beetje voorvouwt. Gewoon op je siliconen matje, on your silicone craft sheet, with your bone folder. I use my bone folder and not my scoring tool because it's delicate paper and you might sort of damage your paper. So the side of the bone folder is okay. Dus met de zijkant van je vouwbeen is voldoende. Dus niet met je riller, want dan heb je kans dat je papier beschadigt. Het is heel dun papier. Dus gewoon zo langs die randjes. Then you fold it. Dan ga je alle vier randjes vouwen. You fold all four of the sides. Doe je bij allebei. Both your pieces. En vooral die vouwtjes aan de zijkanten heb je straks nodig. And particularly those folds along the side you will need later on. Now then. I measure. Ik ga nu meten, want je wilt dat hoekje uitknippen en je moet ongeveer 1/8 inch, dus een millimeter of 3, van de kant vandaan blijven. So what I do is I have my ruler here, and with my pencil, I just measure about 1/8 of an inch. You can sort of eyeball this, but I've noticed that when I try to do it just by eyeballing it, I don't get neat edges. Ik heb gemerkt dat als ik dat gewoon op goed geluk ga knippen, dat ik niet mooie hoekjes krijg. En ik wil mooie hoekjes hebben. I want neat corners. So measuring is just an extra step, but it does help. Dus even meten maakt het beter. Nou, ik zet hier nog even een lijntje om het je te laten zien. Ik ga nu knippen van hier, dan over die lijn heen en daar. Zie je? Dus ik knip hier een stukje eraf en daar een stukje eraf en dit laat ik zitten. So I'm going to cut from there to there in one movement. And I just cut across this line and I stay inside, well, I stay away from those two folded lines. Ik blijf weg van, ik zal het laten zien. I'll show you what I mean. So I just cut with the hand and I move my paper. So I cut and then I cut over that line and then I'm turning my paper, you see. And this is how I cut away the corner. You need this bit. Dat stukje moet blijven zitten voor een mooi hoekje. So, I'm cutting across my pencil line. And I stay away from
I'll show you again. This could be more neat, zo. Dus van daar naar daar. Dus ik blijf weg bij die gevouwen lijn. Ik knip over mijn potloodlijntje heen. En dan zo omhoog. En dat doe ik aan alle hoekjes. And you do this on all the corners. Het hoeft niet zo heel netjes. I mean, it doesn't have to be uber neat. But you do have to stay away from the corner. Maar je moet wel uit die hoek wegblijven. Je moet voldoende papier overhouden. There should be enough paper where the corners are. Now then, you need your tear and tape. En dan ga je op alle flapjes tear and tape zetten. You're going to put tear and tape on all the flaps. And I see that my camera is running out. So I'll go and do that and I'll be back when I finish doing that, okay? Ik ga dat even doen en dan ben ik weer terug wanneer ik dat gedaan heb. Ik zal je de laatste nog even laten zien. I'll show you the last one. So you put your tear and tape on. Even met het vouwbeen alles weer aanduwen. Use your bone folder to push down and make sure it really adheres. Nou, dan ga je die flapjes omheen vouwen en vastplakken. You're going to fold over these flaps and attach them. What is important is that you do two opposite sides to start with. Dus om te beginnen doe je twee tegenover elkaar liggende zijdes. Dus ik haal aan één kant haal ik dat papiertje eraf en dan vouw ik hem zo om. Fold it over. En dan de tegenoverliggende zijde. Dus zo. En dan met je vouwbeen ga je hier die zijkantjes invouwen. I hope the camera shows you this sort of overlap. And what you do is you push down those corners. You tuck them in. Like you tuck in your sheets in the bed. Dus je vouwt ze mooi in die hoekjes. Kijk, dan haal je dat er weer af. En nu, als je hem vastpakt, krijg je een heel mooi strak hoekje. You get a really beautifully finished corner. And here again. Because I folded in the paper, omdat ik papier erin heb gestopt, krijg je zo'n mooi hoekje. Zie je? Dat mag je laten zien. Dus twee tegenover elkaar liggende zijdes. Two opposite sides. Oops, I just nearly chucked my backing in. I've got some Easter eggs ready here for projects. And I nearly use that as a waste paper basket. Ik gooide bijna mijn papiertje bij mijn eitjes in plaats van in het afvalmandje. Zo, dus twee tegenover liggende zijdes. Two opposite sides. And then with your bone folder you tuck in that little fold. Vouw dat kleine foutje naar binnen. Normaal gesproken zou je hier nog een papiertje op kunnen plakken. What you could do is stick another paper on top. But there's no need in this case because you put your box on. Je zet het doosje erop. En dan zie je er niks meer van. Zo hier hoeft het niet, omdat je dat doosje er toch op plakt. Nou, even kijken. Dit was mijn bovenkant. En één van die twee moet ik natuurlijk als bovenkant gaan maken met dat strikje. And one of the two pieces I need for my top. And to adhere my ribbon. And be careful. Because I did stick a bottom to a top yesterday. En let wel op, ik heb gisteren wel een bodem op een deksel geplakt. En toen zag het er heel vreemd uit. That had a really odd look. Now then, I'm using my grid paper. And I'm putting this corner at 1¼ inches. So you go 5 up. 1, 2, 3, 4, 5. You see? And then I want some glue dots. Two mini glue dots. Ik zet één helft vast met de mini glue dots, omdat ik mijn lintje er nog onderdoor wil halen. I just attach one ribbon with mini glue dots, because I want to be able to tuck my ribbon underneath. So I'm putting it on my grid paper, and there, where the lines of the grid paper are, I just put two mini glue dots at the very edge. Twee mini plakpuntjes op de zijkant. En dan pak ik een van de korte lintjes, one of my short ribbons, and I just
from there to there. So I'm using my grid paper. Now I can make my grid paper as an guideline. I was thinking of the Dutch word. Om te zien waar ik moet plakken. Ik heb geen idee wat het Nederlandse woord is. En dan ga ik deze dus even zo naar binnen vastplakken. Dat doe ik gewoon met tearing tape. I'm using my tearing tape now to stick them to the inside. And sometimes you have to shorten them a bit. Soms moet je ze een beetje korter knippen. Zo, die kan ik dadelijk even op vastpakken. Ik heb er twee tegelijk. Dat had ik niet moeten doen. I just cut two at the same time. This one, I mean, if this is too long, shorten it, because you don't want it to stick out from under your bottom. Je wilt niet dat het onder de bodem vandaan komt. Dus ik controleer even voor ik ze vastplak. I just check before I stick them down. And then you pull it across. Oh, and use a silicone craft sheet. I'll glue everywhere now. Okay, my second piece. So, roughly there. Daar zo'n beetje. En je zet hem vast. Kijk. Dan ga ik hetzelfde doen met die andere punt. Dus 1, 2, 3, 4, 5. 5 toward the top. Put that one and that one on the grid line. Die bovenste en die onderste punt ook op je rasterlijn leggen. Heb ik hem verschoven, denk ik. I moved it. No, 1, 2, 3, 4. Okay, I moved it. Now, all you need is some tearing tape. Nu heb je alleen maar een stukje tearing tape nodig. Dat je dus ook weer van daar naar daar nog op vastzet. From left to right. And I'm using my grid line as a guide. En ik gebruik weer dat rasterpapier als hulpje. En dan mijn andere korte lintje. The other shorter ribbon. Like that. And you repeat the process. En weer aan de binnenkant vastmaken. Dit wordt dus voor de bovenkant van de doosje. This is for the top of the box. So the half which was top is going to be the one that I want to stick it onto. Daar moet ik hem op vastplakken. En ik ga straks het lintje erop doen. I'm going to attach the bow later. Het strikje ga ik er dadelijk op doen. Anders kun je niet goed mee plakken. Nou, deze moet er dus zo mooi in het midden op komen zitten. I just want to stick this down exactly in the middle. And before I do that, I'm going to put a piece of tearing tape on. Ik zet in het midden een klein stukje tearing tape op mijn doosjes. Dat helpt met het vastplakken. Ik zet hem hier ook vast erop. I'm just putting a strip on that one as well. Now then, you remove the backing, you put on your, and I'm not going to be able to do this on camera completely. I'll have to put my head in view. Ik moet dadelijk mijn hoofd eventjes in beeld hebben, want ik wil heel goed van boven af kijken of ik hem er recht op zit. Because I really want to check from the top that I'm putting it on right. Especially along the edges you want your glue. Zeker langs de zijkanten wil je dus lijm hebben. Dus ik ga hem eventjes leggen zoals hij voor mij comfortabel is. I'm going to put it down in a way which is right for me. So that I can really check from the top what I'm doing. I'll show you in a minute. So I'm checking from all sides. Yep, so when I'm happy then I push down in the middle. On top of that tearing tape. Dan zet ik hem in het midden vast met die tearing tape. Dan schuift hij niet meer. Then it won't move anymore. Because it tends to slide if you're not careful. Als je niet voorzichtig bent, dan gaat dat glijden. Dus met die tearing tape in het midden gebeurt dat niet meer. With tearing tape in the middle, it won't happen anymore. Okay, then. This was the edge which was attached with the two glue dots. Now I'm taking my ribbon and I'm sliding it under. Ik schuif mijn lintje er onderdoor. Zo. Dan maak ik hier zo een vrij kort lusje. Short end there. Nog een lusje. Kijk, en dan haal ik, zie je, en dan haal ik hem eroverheen en eronderdoor. I'm just pulling that one over and under. Then you pull that one to the front, and I had an end which was too short, so I need just a bit longer.
Een eindje dat ietsje langer is. Zo. Nou, opnieuw gewoon. Hem even plat duwen. I'm just putting those on top of each other. So I'm pulling that one over. Pushing it through and I'm pulling that one this way. Push the bit towards the middle. Je kan hem nog schuiven. You can slide along what you've attached. Now, I think this is a really neat bow. Dat is toch een mooi strikje. Nou, dan kun je hem eens korter maken. You can shorten it. What you can do is fiddle about a bit. Je kunt nog een beetje. Zo. Nou, ik vind het prima. Korter maken. Even met mijn aanstekertje. Using my lighter. And this is my top. And I'm going to do the same thing with my bottom part. Now, and the reason I've made this box in a different size en de reden waarom ik dit doosje in een andere maat heb gemaakt is omdat ik hier andere chocolaatjes in wilde hebben. I wanted to put different chocolates in. And this is just the right size for four of these goodies. There you go. Kijk, past precies. Ik ga hier nog wat paaseitjes in doen. Somebody has been eating many of the green ones. Iemand heeft er veel van die groene gegeten. Well, it wasn't me. Ik was het niet hoor. Nou, kijk. Doosjes klaar. Two beautiful chocolate boxes. Twee mooie bonbon doosjes. Nou, dankjewel voor het kijken. Thank you very much for watching. I'll see you next time. Bye bye.